Hey tweeling, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmaoua en ik kom vandaag jullie single readings doen. Ik ga eerst kijken in de kristallenschedelkaarten van de liefde. Dan ga ik er verder op ingaan met de tarotkaarten en dan gaan we verder kijken naar de liefdeskaarten. Dus we gaan een keer kijken voor de tweeling, voor de singles, tweeling, wat dat er mag uitkomen. Dat is veel te veel. Juist, dat ik hier verschuiven. Ja. Voor de tweeling singles. Spijs. Dank je. We hebben hier peridot met tourmaline en observeer. Het kan zijn dat jullie deze edelsteen nodig zullen hebben. Voor de anderen die er niet in geloven. Maakt niet uit, maar er wordt hier gevraagd om te observeren. Het kan ook zijn dat je te maken hebt met iemand die u observeert. We zullen het zien als we gaan verduidelijken in de tarotkaarten. Onderaan op het dek heb ik hier een spiegel. Het kan zijn dat er hier een soulmate zou willen binnenkomen, waarvan dat jullie elkaar gaan spiegelen. Je gaat jezelf zien in de andere persoon en de ander gaat zichzelf zien in u. Dus dit is spiegelen. Dat is wat soulmates met elkaar doen. Spiegelen en elkaar triggeren. Dus we gaan even kijken wat er nog meer mag uitkomen voor de single tweelingen. Voor het collectief. De single tweeling is wel. Veel te veel. Een nieuw kaartje spelen. Maar jongens toch, kan je die kaarten hier niet onder controle houden? Ik zie hier wel dat er heel snel duidelijkheid gaat komen. Er gaat hier iets achter zich gelaten worden. Het kan over een relatie zijn van in het verleden die u heel erg gelukkig heeft gemaakt, maar je laat dat achter u. Je laat het achter u. Heel snel. Maar er komt wel duidelijkheid. Je gaat al de shit achter u laten. Nu ga ik even kijken, want ik wil nog één kaartje spirit voor de single tweelingen. Eén kaartje voor de single. Ja, het zal deze zijn. Oké. Onderaan op het dek heb ik de koningin van Pentakels. Ik heb heel sterk het gevoel, tweeling, dat je zelfliefde mag hebben. Dat je meer voor jezelf mocht zorgen. Je mag je meer op de voorgrond treden. Alles wat dat u niet dient of wat dat je niet graag hebt, mag je ook aangeven. Meer zelfliefde. Je bent heel zorgzaam. Voor sommigen onder jullie kan het... Kun je het gevoel hebben van dat het financiële op dit moment heel erg belangrijk is. Maar uzelf is ook heel erg belangrijk. Want er is hier een nieuw begin in de liefde die wil binnenkomen. De aas van kelken is een nieuw begin in overvloed. Zeker op gebied van de liefde is er iemand
die heel veel liefde heeft. Iemand die emotioneel in balans is. Iemand die heel veel liefde binnenin in zich voelt. Maakt niet uit of het een koningin of een koning is. Voor mij is de energie die tellen. Dus het is sowieso een sterk feminine energie. Dus een man kan ook zijn feminine energie heel sterk ontwikkeld hebben. Dus maakt niet uit. Maar er is iemand die heel empathisch is, die de wereld zou willen redden. En deze persoon probeert wel binnen te komen. Zoals je ziet, wil zij haar kelkje delen. En dan hebben wij hier één kelk. Dus ze wil hier een nieuwe liefde binnenkomen. Maar probeer eerst nog, wachten. Maar probeer geen kopzorgen te hebben. Het kan zijn dat er in het verleden mindgames zijn gebeurd met u, manipulatief gedrag, dat er competitief gedrag is geweest, maar probeer dit niet opnieuw op te raken in uw leven. Dus probeer geen kopzorgen te hebben. Dat is onderaan op het dek, wat je eigenlijk niet ziet aankomen. Wat dat eigenlijk onbewust is. We hebben hier de 2 van zwaarden, de schildknaap van pentakels en de 3 van staven. Ik heb heel sterk het gevoel dat er hier iemand bepaalde situaties in zijn haar leven heeft gemanifesteerd. En dat deze persoon of jij, tweeling, wacht op het juiste moment om dit in uw fysieke realiteit te brengen. Want met de 3 van staven heb ik heel sterk het gevoel dat je aan het wachten bent. Of iemand is aan het wachten om de schepenen binnen te halen. Om het geluk binnen te halen. Want er is hier een lange weg afgelegd. Iemand heeft een hele lange weg afgelegd. Maar er is, kan zijn dat deze persoon jonger is dan u. Hoeft natuurlijk niet, maar deze persoon heeft een jongere visie. Kan jonger zijn qua leeftijd. Of deze persoon heeft een jongere ziel dan u. Maar het is iemand die nog heel veel wilt leren. Maar ook zijn haar stabiliteit met u wilt delen. Maar zet hele kleine stapjes. Omdat deze persoon nog heel veel heeft te leren. Maar staat ook klaar om te leren. Dus dat kan een steenbokstier maagd zijn. Maar ik heb wel het gevoel, tweeling, dat ik niet ga zien aankomen. Het is iets wat je niet ziet aankomen. Ik heb ook heel sterk het gevoel dat je je gevoelens een beetje blokkeert. Waarschijnlijk kan dit komen wat er in het verleden is gebeurd. Door de mindgames en de manipulatieve gedrag die er rondom u is gebeurd, heb je nu zo het gevoel van, hola, ik ga mijn gevoelens blokkeren. Ik wil het eigenlijk niet zien. Ik sta wel op een kruispunt. Ik weet eigenlijk niet goed naar waar dat ik moet. Maar eigenlijk loop je weg van de waarheid. Jij weet eigenlijk wel welke weg je op moet. Maar je wil het gewoon niet zien. Je blokkeert je gevoelens en je hart. Het kan zijn dat jij kleine stapjes voor jezelf zet om je geluk binnen te halen. Maar ik heb meer sterk het gevoel dat deze schildknaap heel sterk groeit naar de koningin van pentakels. En dat deze persoon zijn haar kelkje met u wilt delen. Maar we gaan daar dieper op ingaan met de andere tarotkaart. En kijk wat er hier nog meer mag uitkomen. Voor de tweeling. Ja, als je heel veel verkeer hoort op de achtergrond, kan er niet aan doen. Ik woon hier op een drukke baan en zij verkiezen er altijd voor om de gedurende de dag hier constant naar een auto te rijden. Dus ja, kan er niet van onderuit. Dus mijn excuses daarvoor. Mocht het storen natuurlijk. Dan ga ik kijken naar de 2 van zwaarden.
Kijk, hier onderaan op het dek hebben we hier... Ik ga dat juist hier een keer zetten. Onderaan op het dek hebben we de aas van zwaarden. Er komt hier een nieuwe kans, nieuwe mogelijkheden. De waarheid komt naar boven. En dit is iets wat heel onverwachts gebeurt. Maar toch heb ik heel sterk het gevoel dat je zelfliefde mocht hebben. Het financiële, daar ben je nu even op gefocust. Dit is wat dat nu voor u telt, heb ik zo de indruk. Maar daardoor creëer je wel innerlijke conflicten. Maar ik heb wel heel sterk het gevoel dat er hier onverwachts nieuws gaat binnenkomen. Een nieuwe kans, nieuwe mogelijkheden. De waarheid die naar boven komt, de waarheid die jij mag weten, komt onverwachts naar u toe. Out of the blue. Dat is iets dat je totaal niet ziet aankomen, maar wel wat je mag weten. Je hebt er recht op en jij mag het weten. Met de twee van zwaarden hebben we hier de Hierophant, de Ridder van Staven en de Zeven van Kelken. Het kan zijn dat er iemand altijd maar in en uit je leven gaat, ook al heb je daar een spirituele band mee, want we hebben hier een stierenergie, we hebben hier boogschutterenergie en schorpioen, vis, kreeft. Heel sterk het gevoel dat deze persoon u als een optie ziet. Het kan zijn, tweeling, dat jij je opties openhoudt, maar er is iemand die u als een optie ziet. Deze persoon komt en gaat uit je leven. Heel seksuele aantrekkingskracht. Deze persoon heeft heel veel passie in zich. En het is iemand die heel snel een concurrentiegevoel kan krijgen. Het is iemand die er heel goed uitziet. Een vuurteken, ram, leeuw, boogschutter, maar toch sterk boogschutterenergie. Het is iemand die komt en die al heethoofdig kan zijn. En die geen geduld heeft en die heel snel actie onderneemt. Heel veel passie heeft en ook weet dat die persoon er goed uitziet. Maakt niet uit of het een vrouw of een man heeft, maar deze persoon kan u als een optie zien. Of deze persoon houdt zijn opties open. Maar toch wordt er hier gevraagd om vertrouwen te hebben in uzelf, maar ook in het universum om vertrouwen te hebben. Het kan zijn dat deze persoon in en uit je leven gaat, dat deze persoon nog getrouwd is. Of hij is nog in een verbintenis met iemand anders. En het kan zijn dat je daarvan wegloopt. Je weet het wel, maar je wil het niet zien. Dat heb ik heel sterk het gevoel. En die, ja, je wordt als een optie gezien. Het kan ook zijn, tweeling, dat jij in een verbintenis zit en dat jij deze andere persoon als een optie ziet. Dat kan ook natuurlijk, waardoor dat er geen keus kan gemaakt worden. Want er is iemand die geen keus kan maken. Er liggen zoveel keuzes dat deze persoon zoiets heeft van... Wat keuze ga ik hier nu nemen? Want ja, ik heb zoveel opties. Ik heb keuzestress. Dit is wat ik hier zie. Maar de waarheid komt naar boven. Out of the blue. Waar jij recht op hebt. En dat komt onverwachts. Dat zie je niet aankomen. We gaan even kijken naar de schildknaap van Pentakels. Want dit is iemand die jonger is. Maar die wel het stabiliteit wil delen. Dit kan ook een boodschap zijn in verband met het stabiliteit op gebied van het financiën of op gebied van werk. Het is iets dat binnenkomt. Het kan zijn dat dit is waar je heel lang op wacht. Maar we gaan even kijken naar de schildknaap van Pentakels. Of deze persoon wacht heel lang. Ja, op u. Vuurteken. Page of Pentacles, spirit. Iemand wil zijn, ja, maagd. Ja, inderdaad, voilà. De koningin van Kelken. We hebben ze daarnet ook gezien, hè. Ik weet niet of ik ze hier nog ga vinden. Ja, hier. Iemand wil zijn haar
Liefde delen. Iemand heeft heel veel gevoelens voor u. Dit is onderaan op het. Het kan zijn dat deze persoon al in een verbintenis zit, want de 10 van pentakels ligt hier. Deze 2 is sowieso een huwelijk. Maar toch ligt er hier iemand die gevoelens heeft voor u. Zij heeft heel veel gevoelens. Kan ook een hij zijn natuurlijk, maar er ligt hier heel veel gevoelens. Dit is iemand die paranormale krachten haven bezit, die een hele goede intuïtie heeft en hij zou de wereld willen redden. Heeft emotioneel, is nogthans emotioneel instabiel en zij voelt ook die emoties, zij voelt ook die liefde die binnenin in haar zit. Maar er is een persoon die soul-searching aan het doen is. Want dit zijn kleine stapjes die worden gemaakt. Wil ik mijn stabiliteit delen? Met wie ga ik mijn stabiliteit delen? Want er ligt hier sowieso een nieuw begin. Een nieuw begin in de liefde. Een nieuw begin op gebied van werk. Kan het zijn dat er sommigen onder jullie een onderneming willen starten en dat er daar heel hard over nagedacht is? Het is het moment om het te starten. Maar iemand voelt veel liefde. Iemand gaat een liefdesboodschap uiten. En deze persoon heeft daar heel hard over nagedacht. Deze persoon heeft soul searching gedaan. Heeft zichzelf weggecijferd om te weten en te voelen wie bij deze persoon past. Heel sterk maagdenergie. Deze persoon heeft onderzoeken gedaan om te voelen met wie zij stabiliteit wil te delen. En deze persoon komt. Deze persoon gaat zijn haar liefde delen, uiten. Maakt niet uit op welke manier, maar deze liefde gaat gedeeld worden. Het is iemand die heel charmant is, heel lief, heel passioneel, emotioneel in evenwicht is, maar toch wel wat onzeker is. Omdat deze persoon het gevoel zou kunnen hebben van misschien ga ik toch een blauwtje kunnen oplopen. Omdat deze persoon niet goed weet of het ook wederzijds zo is. Maar toch, je ziet, het paard is al in beweging. Deze boodschap is onderweg. En het is sowieso iemand die single is. Iemand die er heel lang en diep over nagedacht heeft. Maar er worden kleine stapjes voor zichzelf gemaakt. Er wordt hier een boodschap. Er komt sowieso een boodschap. Want deze ridder groeit naar een koningin. En er kan stabiliteit binnenkomen. Huisje, tuintje, boompje. Successen. Stabiliteit. Twin flame. Lange, stabiele relatie. Huisje, tuintje, boompje. Financiële zekerheid. Op liefdesvlak zekerheid. Op werk zekerheid, loyaliteit, potentieel. Iemand ziet potentieel. Oh, ja. We gaan een keer kijken naar de 3 van staven. Heel sterk aarde-energie, maagd, stier. Boogschutter. We gaan een keer kijken naar de 3 van staven. Waarom is er hier een wachtmodus? Iemand is aan het wachten op het juiste moment. Ah, nee. Ja, deze persoon wacht om die pijnlijke cyclus af te sluiten. Er is iemand die u wilt overwinnen. Tweeling. Ik ging al bijna zeggen weegschaal. Misschien heb je te maken met een weegschaal, maar er probeert u iemand te overwinnen. Er ligt hier een lange strijd. En deze persoon wilt victory, succes. Vol trots op zijn paard. Het gevoel hebben van yes. Niet het gevoel van concurrentie van, ja, ik heb mijn tweeling gevonden. Nee,
Dit is een persoon die te wil vervechten, die u wilt overwinnen. Op een positieve manier, leeuwenergie. We hebben hier de 3 van staven, de 10 van zwaarden, de 8 van kelken en de keizer hebben we hier. Het kan zijn dat er hier controle wordt genomen over iets. Ik heb het gevoel, de persoon waar je mee te maken hebt, het is iemand vanuit het verleden. Met de 8 van kelken en de 10 van zwaarden heb ik heel sterk het gevoel dat deze persoon, alles wat hem haar zich niet meer dient, wordt achter zich gelaten. Er gaat hier een pijnlijke cyclus afgesloten worden. En daar bedoel ik mee negatieve gedachten, mind games, kopzorgen, angsten, onzekerheden. Gaat dit eigenlijk ooit wat stoppen? Tuurlijk gaat dit stoppen. Het zijn eigenlijk de laatste restjes. Karma is ingediend. Karma gaat indienen. De lessen zijn geleerd. Vanaf nu gaat het beter gaan. Het licht gaat altijd het donker overschijnen, maar er is iets wat emotioneel niet beschikbaar is. En dit gaat eerst achter zich gelaten worden, zodat die stabiliteit kan binnenkomen. Ram-energie. Het kan zijn, tweeling, dat jij veel te veel controle vasthoudt, waardoor het moeilijk is om het emotionele wat u niet meer dient, heel moeilijk is om achter zich te laten. Dus er wordt eigenlijk gevraagd om alles op een natuurlijke zijn beloop te laten gaan. Het kan ook zijn voor de andere persoon die controle heeft over u en dat deze persoon wacht. Want er is iemand die in de wachtmodus zit. Iemand wacht om zijn haar geluk binnen te halen, om zijn schepenen binnen te halen. Want er is iets gemanifesteerd. En deze persoon is aan het wachten om dit in zijn haar fysieke realiteit te brengen. Maar er moet hier eerst een pijnlijke cyclus beëindigd worden. Er moet hier karma ingelost worden. En dan kan die stabiliteit binnenkomen. Je kan hier te maken hebben met een heel sterk mannelijke, masculine energie. Deze persoon kan wel een vaderfiguur zijn. Iemand die structuur wilt, iemand die hoger op wilt geraken. Of een persoon die al een hoge functie heeft op het gebied van carrière. Maar er komt hier stabiliteit binnen. Maar eerst moeten er bepaalde cyclussen ingelost worden. En het emotionele wat zich niet meer dient, gaat achter zich gelaten worden. We gaan een keer kijken in de romantische engelenkaartjes, wat er nog meer mag uitkomen voor de tweeling. Ik zal deze 2 nemen. Onderaan op het dek hebben we: je verdient liefde. Je bent beminnenswaard. Je kan te maken hebben met een boogschutter. Lady Rook heel sterk. Ware liefde. Dit is de romance van je leven. Als we het hier bekijken met de stierenergie. Dit is een traditionele iemand. Dit is iemand die niet friends with benefits. Nee. Dit is iemand die echt lang, vast, stabiel met iemand iets wil beginnen. Maar dit is ook de kaart van het huwelijk. Deze persoon is misschien nog niet volledig gescheiden. Laat je vrienden je helpen. Vraag anderen om steun en accepteer die ook. Heb je het gevoel dat je nood hebt aan steun? Er zijn altijd vrienden die je kunnen helpen. We gaan even kijken in deze liefdeskaartjes. Wat er hier mag uitkomen voor de single tweeling. Ik snap eigenlijk niet waarom dan zij die kaarten zo groot maken. Het is nu niet dat ik nu zo kleine handen heb. Welk
krachtige boodschap voor het collectief, voor de tweeling single spirits. Voor de tweeling singles. Het kan ook zijn, tweeling, dat er iemand probeert binnen te komen. Die in en uit je leven wilt komen en die u, ik weet niet, blijf daar vrij op gericht of gefocust. Maar dat, je loopt er gelijk van weg. Je wil het gelijk niet zien. Zoals we hier hebben, observeer. Observeer. Kijk goed wie dat er binnen in je leven wil te binnenkomen. Eén boodschap voor de twee mensen. Allee. We hebben hier, koester je geliefden. Het is belangrijk anderen innig lief te hebben. Blokkeer je gevoelens niet. Het kan zijn voor sommigen onder jullie dat de chakra is geblokkeerd, maar je kunt het altijd laten healen door iemand die reiki doet, zodat die blokkades los kunnen komen, zodat de energie van hierboven weer heel mooi kan doorstromen. Dus we gaan even kijken naar de soul to soul orakelkaartjes. Heel snel. Embrace. Embrace what destiny has in store for you. Jullie zullen het wel weten waarover het gaat. We hebben nog niet gedaan, ze. We hebben hier nog liefdeskaartjes. Van de orakel lovers. Welke boodschap mag er voor de tweeling hieruit komen, spirit? Voor de single tweeling. Een kaartje, spirit. Ja. Dit is de achterkant. God, ik heb hier eigenlijk mijn moeten plaatsen. Ongelooflijk. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Ik weet, mijn Engels is misschien niet zo goed, maar ik ga het zo houden dat je het ook kunt lezen. Als je elkaar bekritiseert, kan het echt wel leiden tot iets dat niet gelukkig maakt. Accepteer wie jullie zijn. En probeer deze relatie te transformeren. Ik ga hier een ander speciaal kaartje trekken. Ik gebruik die niet zoveel, omdat deze energie nogal heel sterk is. Maar ik ga vragen welke seksuele gevoelens deze persoon voor u heeft. Dit kan ook wederzijds zijn, tweeling, welke seksuele gevoelens jij voor de andere persoon hebt. Het blijft nog steeds vice versa. Dus we gaan even kijken. Welke seksuele gevoelens ligt er hier in deze reading spirit? Dat is veel te veel. De zes van munten. Ik dacht dat Ram ook deze kaart heeft gehad. Zoals je ziet,
dit is een persoon die heel graag seksueel is, maar ook heel graag wordt betrapt. Het kan zijn, tweeling, dat jij graag de persoon met wie je te maken hebt, dat jij heel graag deze persoon betrapt. Maar het kan ook omgekeerd zijn. Hier liggen wel heel veel lustgevoelens, aangezien ze met haar tepels bloot ligt en in haar appel bijt, heeft ze toch wel het gevoel van, er is liefde, er is hier lustgevoelens naar deze persoon, maar er wordt hier wel graag naar elkaar gekeken. Zij voelt ook van, ik word bekeken. We hebben hier nog steeds observeer. Deze persoon voelt zich gekeken, maar geniet daar ook van. Vandaar dat zij ook gewoon haar appel in de hand heeft en zij gewoon verder blijft eten, want ze trekt het daar niet aan, want ze heeft het gewoon graag. Nee, wat dat resoneert, tweeling, het blijft nog steeds energie. Dit kan uw energie zijn en dit kan een energie zijn van de andere persoon. Zo, tweeling, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Ik ben heel erg benieuwd in de commentaren. Laat het mij zeker weten. Ik ben jullie dankbaar voor al de likes en voor al de reacties die ik mag ontvangen. Dit is voor mij een cadeautje voor jullie, een bonus reading voor de singles. Ik ben echt benieuwd naar de reacties. En ik zie jullie de volgende keer bij de readings voor de maand maart. Bye bye!